Tutteren in Helmond. Ik ga inderdaad naar Tutteren dan en ondertussen is het de in- en alles ontzettend geworden. Van wat kun je ermee, hoe link je aan elkaar, wie link je allemaal aan elkaar, ambtenaren, wijkagenten, buurtbewoners, noem maar op. Workshopruimte 7, Lily Jane. Ja, de Makassarplein Community, daar vertel ik van hoe dat heeft vorm gekregen aan de rand van Amsterdam en wat de mogelijkheden en de kansen zijn van diezelfde Makassarplein Community. En ik wissel dat uit met de mensen die over hun eigen lokale gemeenschappen het een en ander vertellen. En dan gaan we nu naar de 8e tv maken met Hugo. Wat wij gaan doen, dat is gewoon de camera vasthouden. Aan de slag. Volgens mij is dat het, ja, het beste. Je kunt er veel over praten, je moet het gewoon doen. En kom straks televisie maken. Een ander ding wat dus ook belangrijk is, is je moet een mooi plaatje maken. Nou, net zozeer als met fotografie. En mensen hebben altijd de neiging dat ze denken, degene die ik in beeld heb, moet in het midden staan. En eigenlijk zou ik jullie een opdracht willen meegeven, als je de camera vasthoudt. Degene die jij in beeld wil hebben, die staat altijd aan de zijkant. De ene keer links, de andere keer rechts. Want dat geeft je ruimte, dat je daarachter ook nog kan zien wat er gaande is. Het zijn eigenlijk hele simpele, gouden regels. En dat zou voldoende moeten zijn. Nou, dames en heren, welkom in de workshop van de workshop. Die leert hoe je camerawerk doet. En ik ga nu vertellen dat ontmoeten netwerken internet. Ja, de leukste workshop denk ik die ik tot nu toe in mijn leven gehad heb van Pieter. Ben ik zijn naam even kwijt. In ieder geval die meneer die. Ja, met de boodschaptas die. Hij had het over Lunetten. Lunetten is dus een wijk hier in Utrecht. En alle nieuws en dingen die op die website staan, gaan alleen maar over Lunetten. En dat is de kracht van die website, zegt hij. Dus dat ga ik in mijn wijk ook proberen door te voeren. Bij mijn kennismaking hoort trouwens ook nog dat ik moet zeggen hoe het is neergestreken in de Makassarplein. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst vertellen wat überhaupt die Makassarplein Community is. En dan ga ik dieper in. Heel kort maar hoor, alleen maar de methodiek wil ik aanstippen van die Oasis Game en hoe dat voor mij persoonlijk heeft uitgewerkt. En dan wil ik tot slot eindigen met, in dat verhaal komen namelijk de knelpunten van die Makassarplein Community naar voren. En één daarvan is de social media of het gebrek daaraan, maar de andere zijn meer hoe de overheid werkt met haar beleid en dingen beslist en zo. En wij stoppen om 3 uur en dat wordt wel verwacht in het café. En het café is aan de andere kant van de liftschacht. Kom je vaak bij bijeenkomsten van Landelijk Draag? Dit is de tweede keer. Enthousiasmeerd? Ja, zeker. Vooral deze dag vind ik zeer geslaagd. Ja.